meer goud in jou, want ik zie God. Alinda Bol, een beetje zenuwachtig. Je staat in afwachting van Jan Westerhof. Welkom Jan Westerhof. Wie is hij eigenlijk? Nou, Jan Westerhof was vroeger verkoper bij GMI Music. Dat is een gospelmaatschappij. Een platenmaatschappij in de gospelmuziek. En hij heeft eigenlijk, toen ik de winkel begon, 14 jaar geleden, heeft hij mij begeleid op het gospelmuziekgebied. Ik was een leek, ik wist heel weinig over gospelmuziek. En ik ben grootgebracht thuis met gewijde muziek, met koren en Tom Parker. En zelf luisterde je naar popmuziek, maar je wist eigenlijk niet dat er nog een hele andere tak van muziek was op het christelijk gebied. En dat was de gospel. Heeft hij eigenlijk jou die liefde bijgebracht? Ja, en toen ik dus begon, toen heeft hij mij zo geholpen. We bestonden drie weken, toen moest de winkel leeg om verbouwd te worden. En hij kwam op zaterdagavond mij helpen om alle cd's te rangorden en noem maar op en zo. Dus ja, wij hebben eigenlijk vanaf het begin zo'n klik gehad. Heel bijzonder met elkaar. En toen? Ja, en toen, een paar jaar later, werd hij ziek. Er werd MS geconstateerd. En bij hem ging het zo ontzettend snel. Dat hij al heel snel gebrekkig werd, zeg maar. Want in MS zijn natuurlijk gradaties, maar bij hem ging het heel snel. En door een heel stom ongeluk, hij zat op zijn bureaustoel en hij schoof van de ene kant naar de andere kant in zijn kamer, gleed hij uit. Hij kwam ten val en daardoor heeft hij een dwarslesie gekregen. En ligt hij nu gewoon de hele dag in bed. Kan het nog erger, zou je bijna zeggen. Ja, zo vreselijk, zo vreselijk. En hoe komt hij nu bij jou terecht? Ja, en we hebben elkaar eigenlijk een hele tijd uit het oog verloren. Zo gaan die dingen, zo gaat het in het leven. En toen kreeg ik op Facebook een berichtje van Ellie, van Rickert. Van Jan Westerhof is op zoek naar jou. Kun je contact met hem opnemen? En ik eerst naar hem zoeken op Facebook, kon hem niet vinden. En toen kreeg ik het telefoonnummer van Ellie. En toen heb ik hem gebeld. En ik ben zo die week daarna ben ik naar Doetinchem gegaan om hem op te zoeken. En toen zei hij van ja, ik heb één wens. Ik zou zo graag nog een keertje naar Spakenburg komen. En zodoende komt hij nu. Ja, geen wonder dat je een beetje nerveus bent. Ja, maar hoe komt hij dan nu? Hij komt met de wensambulance, de Twentse wensambulance. Dat is een stichting en eens in de zoveel tijd mag hij dus een wens doen om ergens naartoe te gaan. Maar dat kan naar de Winter Efteling, dat kan van alles zijn. Maar zijn wens was om naar Alinda te komen. Dus ja, een eer. Ja, ik vind het zo ontzettend leuk en ik wil zo graag een feest voor hem maken. Ja. Helemaal leuk. Dus straks rijdt de ambulance voor en wat ga je allemaal doen? Nou, we maken het ook niet te druk, maar hij komt gewoon gezellig bij ons in de winkel liggen op de brancard. Wel jammer dat zijn stoel niet meekomt, want ik had heel graag toch nog eventjes naar de haven willen lopen met hem. Want dat zei hij ook, hè, altijd als hij bij mij op bezoek kwam in het kleine winkeltje in de Vissersteeg, dan ging hij altijd eerst een visje eten en dan ging hij op het bankje zitten bij de haven. Maar ja, dat kan nou niet en het is nu ook slecht weer, dus we kunnen ook niet naar buiten. Maar hij komt bij ons in de winkel liggen. We hebben lekker Spakenburgs hart bij de koffie. Tico die sponsort kibbeling, dus die komt straks kibbeling brengen. Hij krijgt zijn visje toch? Ja, dus het wordt echt een Spakenburgs feestje. En er komen mensen die hem kennen uit het hele land. Die komen gewoon nu lekker bij hem op bezoek. Thuis is dat vaak te druk en nu heeft hij toch een gelegenheid om ze uit te nodigen. Het is in het midden van het land, dat is ook wat praktischer voor heel veel mensen. Dus we hopen dat er heel veel mensen komen. Dat hoop ik ook. Ja. We gaan even mee wachten en uitkijken. Ja, leuk. Ik ben zo benieuwd wanneer die komt. Geruisloos in stilte, verwarm jij de kilte om jou heen. Ik zie jou gaan, geduldig en trouw. Met vuur in jouw ogen, bezield en bewogen. Ik heb respect voor jou. Oh, ik zie goud in jou, want ik zie God. Lekker lopen. Je ziet er goed uit. Waar is de haven? Ja, ik zei misschien komt je rolstoel mee. Dan hadden we lekker samen even naar de haven gegaan. Ja. Kijk eens, ja. Oh, groter kan niet. Ellie en Ringet hebben die ook. Oh, zo leuk. Ik ben benieuwd. Ja.
maar vervolg jouw rij. Op weg naar de eindstreep, op weg naar een groot feest en de hoogste prijs. Is mijn symbool. Oh, zo leuk. Ja. Nou, weet je, ik zei, oh, dit vind ik zo ontzettend leuk, Jan. Ik heb het net nog verteld, want weet je, toen ik de winkel begon, wist ik zo weinig van gospelmuziek. Ja. En toen zei hij tegen mij, opwekking nummer 20 moet je altijd op voorraad hebben. 488. Want daar staat ook de kracht van uw liefde. Ja. En dat is de favoriet. En dat is in al die jaren is dat echt de favoriet geweest. Ik word er gewoon helemaal ontroerd van. Het is echt zo'n mooi symbool. Zet een sticker voor je aan de achterkant. Ah, fijn dat ik je ken. Ontvang zijn zegen en wees een zegen voor iedereen. Ah, wat mooi. Prachtig. Ja. Ben ik heel blij mee. Wat betekent dat voor je? Ja, heel veel, heel veel. Ik zei het net, toen ik de winkel begon, toen zei Jan, opwekking deel 20 moet je altijd op voorraad hebben. Daar staat op de kracht van uw liefde. En hij heeft gelijk gehad, dat lied, het is zo'n mooi lied. En dat is echt door de jaren heen altijd ons lied gebleven. Heel lief, want alles onthouden, ook van het begin. Ja. Mooi, hè? Ja, zeker. Zeker weten. Was speciaal, hè, Jan? Zeker. Er is veel gebeurd. Ja. Heel veel gebeurd in al die jaren. Ja. En Spijkerburg is de enige stad waar ik vrijwillig zou wonen. Heer, ik kom tot u. Wee mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast.
God heeft me zoveel gegeven. Ben daarin dankbaar voor mijn leven. Daarom kan ik dit aan. Ja, maar het is zoveel. Maar telkens kan er weer wat bij. Ja? En dat gebeurt ook. Ik was vannacht super ziek en toch ben ik er. En voel je je een beetje goed nu? Ja, we zeker weten. Wat betekent Alinda van het Baken voor jou? Ik had totaal 100 winkels in, was ik verantwoordelijk voor. En 10 waaronder deze winkel. Die gaven mij het vertrouwen. En Alinda was er gewoon een van die 10. Daar mocht ik alles mee doen. Een zaak van vertrouwen. En zo is het gegroeid. En helaas met het overlijden van Alinda Hamon maak je elkaar ook anders mee. Ja, dan leer je heel veel van elkaar. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En als ik jou nou zo zie, hè? Ik mag wel Jan zeggen, hè? Ja, maar... Als ik jou zo zie, dan denk ik... hoe is de toekomst voor jou? Met de afgelopen jaren dat het alleen slechter gaat. En dat moet ik soms een plaats geven. En dus nou weg hier naartoe. Je kent alle afslagen. Alleen je kan zelf niet rijden. Nee. Dat is echt. Dat is moeilijk om zo afhankelijk te zijn. Ja, ja, zeker weten. En je hebt een gezin, 4 kinderen. Ja. Hoe is dat dan om zo afhankelijk te zijn? Ik ben blij dat ik thuis woon. Ik zuiver mijn lieve weg. Dat ik woon in een verpleeghuis. Ja. Is niks voor mij. Maar stel, je zegt het wordt alleen maar slechter. Hè? En dan denk ik, God helpt jou. Hoe zie je die toekomst, de toekomst met God? De dag van morgen is zo mooi. Straks het vaderhuis. Mooie bestaat niet. Dankjewel, mooie eind bestaat ook niet. Dankjewel. Oké. Hoi, groetjes van Rikker. Leuk dat je er bent. Leuk hè? Ellie, van Ellie en Rickert. Ellie Zuiderveld, hè? Ja, klopt. Wat betekent deze meneer voor jou? Ja, deze meneer heeft heel veel voor ons gedaan vroeger. Die heeft allerlei concerten voor ons geregeld. Hij heeft een bepaalde cd uitgebracht. Tenminste, hij heeft het feest georganiseerd toen. Die cd heette Van het Water en de Oever. En dat hebben we toen in Zwolle uitgebracht. Maar hij heeft nog iets gedaan. Wij hebben een keer een lintje gekregen. En toen heeft hij zogenaamd gedaan of wij een optreden bij hem hadden. Dat heeft hij allemaal georganiseerd. In scène gezet. Helemaal in scène gezet. En wij niets vermoedend naar dat optreden. Toen moesten we onderweg stoppen bij een hotel. En daar stonden allemaal mensen, hij ook. Ik zeg, hoe kan dat nou? We komen te laat. Ja, we komen te laat. En toen kwam er een burgemeester en toen kregen wij een lintje. Geweldig. Hoe is het nou? Je hebt heel veel moeite gedaan om hier te komen, om hem zo te zien. Ja, ik heb hem al eens zo gezien. Hij is ook al een keer bij ons thuis geweest met de wensambulance. Dus toen hebben we ook heel veel gepraat. Maar ik dacht, ja... Ik ga vandaag naar mijn moeder in Hilversum en ik heb nog een afspraak in Hilversum. Ik denk, ach, ik kan toch een omweggetje maken. Dus, nou, hij straalde toen je er was. Dank je wel. Ja, ik vind het heel fijn. Ik hou heel veel van hem. Dick en Ellie van de Wensambulance. Wat houdt dat nou in? Wensambulance is een stichting in Twente die in heel Overijssel rijdt met een 4-tal ambulances. En die wensen uitvoert voor mensen die terminaal ziek zijn. Dat kan zowel kinderen zijn... Als volwassenen of langdurig chronisch ziek. Ellie, en waarom doe je daaraan mee?
Gewoon omdat het zo goed is, zo fijn is. Ja, ja, het is gewoon goed om te doen. Ja, maar ook wel heel intensief, zie ik. Ja, maar je krijgt zo'n hoop... Ja, waardering wil ik niet zeggen, maar het is zo fijn om te doen. En het werkt voor twee kanten. Wij gaan voor hun en hun gaan voor ons. Dus ja, samen. Ja, iets betekenen voor mensen. Hoe is dit ontstaan? Het is ontstaan door een oud ambulancechauffeur. Een Rotterdamse chauffeur die naar Twente is gekomen. Cor Havelaar. En die had het gezien in Rotterdam. Ambulancewens. Dus iets andere vorm. En die wilde ook opzetten in Twente. Met medewerking van de directeur van Ambulance Oost is dat gelukt. Met eerst één ambulance. En inmiddels rijden dus vier. En binnenkort een kinderwensambulance. Welke, Ellie, welke zijn er nog meer? Nou, ik weet alleen in Rotterdam, maar ik weet niet, in het zuiden zijn er ook wat? Nou, er rijdt er nog één in Limburg, er rijdt er één in Amsterdam, Groningen en Friesland rijdt er nog één. Ja, maar eigenlijk zonde dat het er niet veel meer zijn. Het is doodzonde, want het is heel dankbaar werk. Ja. En je krijgt, wat Ellie al zei, zoveel van terug van de patiënten. Ja. Het is gewoon altijd fijn om te gaan. Ja, hoe dom dat soms ook klinkt. Want je hebt ook af en toe ritten die komen vanuit de hospice. Die zijn echt de allerlaatste ritten, zeg maar. Hoe emotioneel is dat? Ja. Ja, je voelt je niet echt... je kent die mensen niet, hè. Maar je voelt dat die mensen gewoon... Dat het hun laatste wens is. Dus in die zin ga je er wel in mee. Maar je bent er niet echt bij betrokken. Niet echt persoonlijk bij betrokken. Nee. Je moet je ook instellen op de rit en dan na de rit moet je er gewoon afsluiten. Ja. Kunt u dat ook wel afsluiten? Ja. In de loop van de jaren heb ik wel geleerd. Ja. Ik vind dat jullie geweldig werk doen. Succes verder. Dankjewel. Hoe heb jij gisteren ervaren? Ja, ontroerend mooi. Fantastisch vond ik het. Ja, ik kende natuurlijk Jan Westerhof helemaal niet, maar door Alinda's verhaal... Ja, begon ik het te snappen wat het verhaal was en dat hij natuurlijk de eerste vertegenwoordiger was van de muziek. En enige tijd later toen hoorde ik dus dat hij hier in de winkel zou komen, dat zijn wens was. Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Wat heeft je nou het meest gepakt? Ik denk dat hij zo moedig is. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dat ik ook echt, ik kan er bijna weer ontroerd van raken. Um, 48 jaar en niks meer kunnen. Verlamd vanaf je borst. Ja. En dan toch zo'n stralende lach. Prachtig. Ja, ik vond het gisteren echt een hele bijzondere dag. Het, het doet echt wat met je als je dat ziet. Het geeft je zoveel reden tot dankbaarheid dat je zelf gewoon gezond bent. En je gezin ook. Ja, dat... Wat heeft jou nou het meest gepakt deze dag? Dat je zo iemand zo blij kan maken met zulke kleine dingen. Dan zie je ook wat er belangrijk is in het leven, waar het om gaat. Alinda, nou is alles achter de rug. Hoe zit je er nou bij? Ja, moe maar voldaan eigenlijk wel een beetje. Want ik zag er best wel een beetje tegenop. Ik was gespannen ook van hoe zou het allemaal gaan. Ik hoorde 's ochtends vroeg dat Jan ziek was. Maar gelukkig is het allemaal doorgegaan. En ja, we kunnen terugkijken op een feestje. Een feestje voor Jan. Het was echt fantastisch. Helemaal leuk. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, de ochtend begon al vol spanning. We waren aan het wachten op de ambulance en dan kwam de ambulance aan. Met een hartelijk welkom is hij binnen gereden en op een mooi plekje gezet in de winkel. En daar lag hij klaar en hij lag te stralen en hij lag er echt helemaal klaar voor. Kom maar op. En er zijn gasten gekomen uit heel Nederland. Gewoon uit het verleden, collega's, maar ook bijvoorbeeld Ellie van Rickert en... het was zo leuk. Het was echt helemaal leuk. Hij was wel heel erg moe aan het einde. Hij was echt kapot, maar met een stralende glimlach is hij weer weggegaan. Ja. Wat blijf jij nou het meest bij van zo'n dag? Van deze man? Van die dag is het wel zijn glimlach. En dat je iemand zo gelukkig kan maken. Dat is me eigenlijk het meeste bijgebleven. De volgende ochtend werd ik wakker en we zaten aan het ontbijt. En toen zei Hugo, wat ben je stil? En toen zei ik, ja, ik zit daar gewoon aan te denken. Hij heeft ook een dochter van 13, wij ook. Zijn dochter komt beneden en altijd een zieke papa.
die daar ligt. En daar moet het hele gezin maar omheen gaan. En ik weet wel, er is zoveel leed in de wereld en je kunt de wereld toch niet verbeteren. Maar hoe fijn is het om één iemand zo'n mooie herinnering te geven? En denk ik, en daar zijn we voor op aarde, om elkaar te helpen. En wat kan je het beste geven? Mooie herinneringen. En liefde. En liefde, inderdaad. En ja, misschien mag ik nog een mooi voorbeeld geven. Dat hoorde ik zondag in de kerk. Dat vond ik zo mooi. Want je kunt niet iedereen helpen. En dat was zo'n mooi voorbeeld. Karel, die stond te kijken over de zee. Die nacht was er een hevige storm geweest. En het hele strand lag vol met zeesterren. En hij was aan het turen over de zee en hij keek naast zich en hij zag een man aankomen. En die kwam naar hem toe lopen en die gooide af en toe een zeester de zee in. En toen was hij bij Karel aangekomen en toen zei Karel van, dat heeft toch geen zin hoor, het hele strand ligt vol met zeesterren. Het heeft geen zin. Nee, zei Karel, dat klopt. Voor die zeesterren op het strand heeft het geen zin. Maar voor die zeesterren in de zee heeft het wel zin. En dat bedoel ik. Al kun je die paar mensen maar helpen. Dat is toch fantastisch? Ik denk dat dat gewoon een mooi einde is. Een mooi einde van een fantastische dag. Met een man die ook nog humor had. En die zo stralend was. Dank jullie wel voor alles wat je voor hem gedaan hebt. Heel graag gedaan. Ik zie goud in jou. Want ik zie goud door jou. Ik zie goud, je bent als zout in jouw wereld.